Dat het Noordstation en omgeving hier in Brussel een broeihard is van problemen, weten wij al langer dan vandaag. De criminaliteit is fors gestegen door de instroom van illegalen hier in onze hoofdstad. En alsof dit nog niet genoeg is, importeren wij dan ook nog eens besmettelijke ziektes als tuberculose, malaria en schurft. Het drugsbezochte station van het land, hier in het hart van Europa, is een rottende schandplek waar de politiek steeds weer voor wegkijkt en waar het gewone volk slachtoffer van is. Gisteren werd er nog een Waalse televisieploeg aangevallen en buschauffeurs vrezen hier voor hun veiligheid en gezondheid. Het wordt hoog tijd dat deze rottende schandvlek opgekuist wordt en dat de illegalen weggebracht worden naar gesloten terugkeercentra. Herstel die orde en kom in verzet om een streng en rechtvaardig remigratiebeleid te eisen. Te beginnen met de remigratiemars van het NSV nu donderdag 9 mei in Leuven. Afspraak om 8 uur op het Van Goverplein. Tot dan, hou zee, kom in verzet.